een gekke vraag willen stellen. Om jullie vanuit jullie koffiebouw te moeten bij te halen. Wie van jullie is al eens naar een dierentuin geweest? Hoort van te Oké, en wie zou naar die dierentuin wel eens terug gaan? Op een of andere manier moet die dierentuin goed zijn. Wel, mijn vraag aan jullie is, wanneer spreek je over een goede dierentuin? Ja? Stel, die dierentuin is naast je deur, morgen gratis toegang, je gaat daar naartoe. Op een of andere manier is dat een goede dierentuin. Waarschijnlijk, meest voor de hand liggend, is dat interessante inhoud. Inhoud, dat zijn dieren die je interesseren. Dieren of de dierentuinbeleving is op een of andere manier ontspannend, informatief, neem je kinderen mee, sociaal. Soms ook een beetje onconventioneel of wat gek. Zeker als je die apen op je kop ziet staan, kan dat ook nog wel een beetje speels en wat gek zijn. Nu, wat kan een dierentuin doen om die ervaring van de dierentuinervaring, zo optimaal mogelijk te maken? Enerzijds goede dieren voorzien, een interessant aanbod, maar anderzijds heeft de dierentuin ook de verantwoordelijkheid om risico's te beperken. Dus ook een bescherming van jij die daar naartoe gaat, al dan niet met je gezin. Wat wil dat zeggen? Oké, we moeten afschermen van risico's. We mogen ook, we moeten vermijden dat ze met die beer, zoals je dat misschien ziet, dat ze daar effectief mee kunnen gaan interageren. We moeten zorgen dat we op een of andere manier een oogje in het zeil kunnen houden. We lopen daar mensen rond die supervisie geven, al dan niet. Maar we kunnen vaststellen, is dat alles? Is dat alles wat de dierentuin kan doen in termen van infrastructuur? Ik denk dat er veel meer is. Er zijn veel meer opportuniteiten dat een dierentuin kan voorzien als het gaat over infrastructuur. In feite moeten ze zoeken naar een goede balans tussen enerzijds opportuniteiten, het zien van de dieren, en anderzijds het beschermen tegen risico's. Maar we zien dat dierentuinen ook, wanneer het gaat over minder gevaarlijke dieren, dat ze zones hebben waar de kinderen effectief kunnen rondlopen. Of dat ze van die interactieve pakketten hebben waar je kunt, al dan niet, met digitale informatiepakketten meer informatie krijgen en je samen dingen kunt gaan ontdekken. Want eigenlijk is deze inleiding een inleiding die ik ook zou willen toepassen, of een metafoor die ik zou willen toepassen op de online wereld en niet alleen een dierenwereld. Wanneer spreken we over een goede online wereld? Wel, interessante literatuur, interessante inhoud. De inhoud kan ontspannend zijn, informatief, sociaal, maar soms ook wat onconventioneel, wat gek, kan prima. Anderzijds is het ook belangrijk dat wij de mensen in deze online wereld, in het bijzonder kinderen, dat wij hun beschermen. Dat wil zeggen hun afschermen van risico's. Geen interactie met ongepaste inhouden. Dat we op een of andere manier kunnen supervisie uitoefenen. En ook hier weer komt mijn vraagstelling naar infrastructuur. Wat kunnen we doen in termen van infrastructuur om ook in te zetten op bescherming? Want klopt dat wel? Is dat wel zo dat we moeten afschermen van alle inhouden? Is dat zo dat we moeten restrictief enkel beperkingen opleggen? En ook hier zou ik willen gaan naar een pleidooi van hoe kunnen we die balans vinden tussen enerzijds opportuniteiten, het exploreren, ontdekken van inhouden, sociale ervaringen, enerzijds en anderzijds toch kunnen inzetten op bescherming van risico's. En mijn discours is er een dat focust op parental controls, wat dus die infrastructuur is, die tools zijn die ouders kunnen aanwenden, of volwassenen kunnen aanwenden om te kijken naar een meer beschermende omgeving. Nu, vanuit dat discours van balans en opportuniteiten zou ik eens eventjes willen kijken, als we kijken naar parental controls zoals die vandaag bestaan, welke functionaliteiten hebben die? En we hebben een analyse gedaan van de verschillende parental controls die nu op de markt zijn. En wat we zien is dat die vooral inzetten op volgende aspecten. Hier in de kolom, tijd. Dus we kunnen tijd reduceren of momenten. Inhouden reduceren. Zeg maar, pornografische inhouden, naakte beelden enzovoort. Activiteiten, economisch, bijvoorbeeld geen in-app purchases, geen aankopen binnen in games bijvoorbeeld. Sociaal, kunnen bijvoorbeeld chat-applicaties blokkeren. Entertainment, kan bijvoorbeeld blokkeren dat multiplayer, dat je met verschillende kunt gamen. Of ook kunnen inzetten op monitoring en checking. Bijvoorbeeld dat een ouder een mailtje krijgt van dit is wat je kind heeft gedaan afgelopen week. Wanneer we dit nu eens afzetten ten opzichte van wat de literatuur ons heeft geleerd van wat doen ouders nu als het gaat over mediëren?
dan zien we dat ouders effectief restricties opleggen, dat ze ook supervisie op afstand doen. Maar evenzeer zijn er ook andere vormen. Actieve mediatie waarin ouders spreken met hun kind, samen spelen, samen op ontdekking gaan, evenzeer ook wel leren van hun kind. En wat valt ons dan op? Dat eigenlijk die parental controls, die focussen enkel op die eerste twee aspecten. Met name op restrictie en mediatie op afstand. En oké, net zoals in de zoo zijn er ook risico's, we mogen die niet onderschatten. Er zijn risico's waarvoor we moeten beschermen. Maar tegelijkertijd moeten we ons ook de vraag stellen, is dat nu alles wat die infrastructuur kan doen? Net zoals bij de zoo hebben we ook nagedacht hoe dat die infrastructuur meer kan zijn dan een hek dat ons afschermt. Maar dat ook meer kan inzetten op dingen als samen exploreren, sociale ervaringen. En dat is eigenlijk mijn discours. En hierbij wil ik jullie wijzen op drie valkuilen als het gaat over het gebruik van parental controls. Een eerste valkuil is, wanneer we effectief gaan, wat die parental controls nu doen, enkel focussen op dat restrictieve gebruik, met name dat die tijd inhouden, activiteiten beperken. En als wij als ouder effectief die eenzijdige focus hebben opgevaren, dan lopen we volgende risico's. Enerzijds, we vergeten dat er ook heel veel opportuniteiten zijn. Denk aan mijn verhaal, waarom gaan we naar de dierentuin? In eerste instantie, omwille van die dieren. En soms kan dat een beetje onconventioneel en geks. En soms exploreren we. Dat hoort erbij. Wanneer we gaan beperken, dan ontnemen we ook wel elementen. Zeker als je hebt over adolescenten, die hebben nood aan hun, een beetje experimenteren met hun identiteit, communiceren met anderen. Is gewoon een essentieel onderdeel. Gaan we dit allemaal beperken? Ten tweede, soms kunnen we ook gewoon nieuwe risico's creëren. Wanneer we parental controls gebruiken op een geheime manier, wanneer het kind daar niet van op de hoogte is, kan dit leiden tot een breuk in de vertrouwensband met uw kind. En dit is heel moeilijk te herstellen. Of wanneer dat wij stiekem gaan kijken wat het kind allemaal online doet, komen we ook dingen te weten over de mensen waarmee je kind of je jongvolwassene in contact komt. En op deze manier komen we eigenlijk ook dingen te weten van andere kinderen, uit andere gezinnen. En wat doen we daarmee? Dit wordt een heel moeilijk, een heikel punt op het vlak van privacy. Ineens komen we ook dingen te weten van andere gezinnen. En hoe ga je daarmee om? En dan ten derde hebben we ook minder focus op elementen van weerbaarheid. We zouden de neiging kunnen hebben van, there is an app for that. There is an app die parental mediation gaat vervangen, gaat oplossen en ons een vals gevoel van veiligheid geven als ouder. En dit is een illusie die doorprikt moet worden. We kunnen nooit alle risico's voorkomen. Dus hoewel het belangrijk is om niet naïef te zijn en te beseffen dat er risico's zijn, moeten we evenzeer ook beseffen van wat als die gebeuren en het kind hiervan weerbaar maken. En ik ben zeker dat deze presentatie, gezien de lijst van sprekers die hier komen, een aantal aanknopingspunten geven waar jullie straks ook meer uitleg gaan over krijgen als het gaat over ouderlijke bemiddeling, als het gaat over weerbaar maken enzovoort. Dus mijn conclusie, want mijn presentatie ging over parental controls, wat kunnen deze doen? Wel, deze parental controls kunnen zeker ingezet worden, maar zijn opportuniteiten dat die nog voor meer elementen kunnen ingezet worden. Maar als we kijken van wat er vandaag de dag bestaat, dan zijn dit mijn tips. In eerste instantie, deze moeten transparant ingezet worden. We kunnen nooit stiekem zijn, zonder dat het kind het weet. We moeten blijven investeren in een vertrouwensband. Ten tweede, we moeten nadenken over privacy en tegelijkertijd ook erkennen dat kinderen het recht hebben om te experimenteren, om te ontdekken, om te leren met verhalen. Ten derde, we hebben gezien en we weten uit parental mediation onderzoek dat ouders meer doen dan alleen restricties. Er zijn verschillende nuances. En vaak gebruiken ouders een mix van opvoedingsstijlen en parental of ouderlijke bemiddelingsstijlen. Dus ook hier weer, het is niet het enige. Het moet gebruikt worden in de toolbox of in de mix van parental mediation bemiddelingsstijlen. En dan tenslotte zou ik ook willen pleiten voor weerbaarheid. Stel dat het kind dan toch in contact komt met gevaren, moeten we ook inzetten op hoe kunnen we het kind daarvoor weerbaar maken, daaruit sterker, het kind daaruit op zijn minst positief laten doen uitkomen, want risico's zijn dan uit te sluiten. Dit was heel kort in een nutshell, gaan ervan breed, maar toch een focus op parental mediation controls. Ik nodig jullie uit als er tijd is voor nu nog één of twee vragen te stellen, anders verwijs ik graag door
naar de praatsessies. Als ik nog niet vergis, is koor 1, tafel 2. Mijn collega's Sophie van Dionink en Marije Nouwen, die staan er voor jullie om nog extra vragen op te gaan.